Ja, dames en heren, bij me staat de trainer van Streefkerk, Maarten van Gassel. Goedemiddag, Maarten. Goedemiddag. Ja, ik heb net aan je aan je collega's ook al gevraagd. Wat zijn de verwachtingen van Streefkerk voor het komende seizoen? De verwachtingen? Nou, afgelopen jaren hebben we natuurlijk elk jaar wel een stap kunnen maken. En ik wil gewoon het komende seizoen weer een stap maken. Ik denk dat we een iets betere groep hebben. Goede selectie met meerdere typen voetballers. We hebben een paar technische voetballers. We hebben nu ook spelers die een goal kunnen maken. We hebben achterin een paar slopers. Dus het ziet er goed uit. Ik moet zeggen ook dat de eerste twee weken, ik zie gewoon dat we enthousiast trainen. En ik moet zeggen dat iedereen graag ook een stap wil maken. Ja, daar kop ik. Ik heb er niet veel van meegekregen van de wedstrijd van de week. Maar daar hebben jullie toch al weer indruk gemaakt. En zeker weer met je, niet alleen hij hoor, maar je top scoorde er weer bij met NIVV met 3 doelpunten. Dat is toch een aardige binnenkomer. Ja, dat is natuurlijk prettig om gewoon een spits te hebben die gewoon doelpunten maakt. En ik heb vorig seizoen speelden we sommige wedstrijden ook gewoon uitstekend en creëren we heel veel kansen. Alleen ja, en dan moet je wel iemand hebben die ze dan voor je afmaakt. Dus ja, maar ik wil niet alleen alle druk op Andy leggen. Ik vind ook dat onze middenvelders, die moeten meer voor de goal komen. Die moeten gewoon meer goals gaan maken. Maar het is inderdaad prettig om zo'n spits erbij te hebben. Ja, ik hoop, ik zei ook net, je haalde het al even aan. Vorig seizoen speelden jullie ook al behoorlijk. Maar je creëerde kansen, maar je maakt het niet af. En dan kreeg je wel eens een beetje wel eens onverdiend een deksel op je neus. Ja, dat klopt inderdaad. En kijk, we zijn op het laatste dan toch nog 50 geworden. Wel met een aardig afstand richting nummer 4. Dus ja, eigenlijk willen we eigenlijk komend seizoen wat dichter naar die top 4 toewerken. Alleen dat is natuurlijk altijd lastig te zeggen. Want ja, ik heb sommige ploegen ook nog niet gezien. En ik weet dat sommige ploegen ook spelers uit de eerste klasse, zelfs uit de hoofdklasse, zeg maar, hebben gehaald. Maar het klopt inderdaad dat we wat dominanter voetballen. En we spelen meer op de helft van de tegenstander. Dus dat is voor de toeschouwers natuurlijk ook leuk om te zien. Ja, dat klopt. Ja, ik zeg ook dat de indeling van vorig seizoen, maar kijk maar nu. Drechtstreek weg, Wildrecht weg, HZC ook een stuk ploegje weg. Maar ja, de DFC, EBOH en zo, zulke ploegen hebben er eigenlijk ook behoorlijk. Oude Sram, niet te vergeten, hebben er ook behoorlijk versterkt. Nee, klopt inderdaad. Kijk, daarom wil ik ook geen doelstelling met we moeten in de top 4 of top 5. Dat is gewoon altijd lastig om te zeggen. Maar ik zie wel, ook tijdens trainingen, er zit wel groei in. En we zijn nu al misschien wel, na 2 weken zijn we al misschien wel verder dan eind vorig seizoen, bij wijze van spreken. En ja, kijk, als dat zich zo doorontwikkelt, ja, dan kan het nog wel een leuk seizoen worden. Ja, ik persoonlijk, maar ja, dat is mijn koffie te kijken, schat ik jullie wel bij de eerste 4. Mits je blessure vrij blijft, hoor. Ja, kijk, dat zei ik net ook al dus. Kijk, zo'n andere clubs die hebben natuurlijk spelers gehad van eerste klasses, uit zeg maar hoofdklasses. Ik bedoel, ik heb daar geen zicht op, dus dat vind ik ook moeilijk om er nu uitspraken over te doen. Ik kijk gewoon naar mijn eigen team, ik kijk naar onze eigen speelwijze. Ja, en dat moet gewoon elke week beter weer. En ja, wat ik inderdaad de afgelopen week al zie, dan gaat het gewoon prima. Maar ik vind ook, tegenwoordig moet een goede derde klasse als Streefkerk tegenwoordig, moet gewoon ook winnen van een vierde klasse. Ja, dat klopt. Ik zou zeggen, Maarten, ik wens je veel succes komend seizoen en we zien elkaar nog wel. Dankjewel, Bas. Ja, dames en heren, bij me staat Danny van Geffen, trainer van Peursum. Vorig seizoen nog bij de voetbalvereniging van Haafden. Ja, Danny, je bent ook met de voorbereiding begonnen, wat trainingen en al een oefenwedstrijd gespeeld. En een leuke bijkomstigheid, je staat vanmiddag ook nog in de finale van de contactbokaal. Ja, dat is zeker een leuke bekomstigheid. Ja, we zijn 2 weken geleden begonnen. Nieuwe groep, jonge groep, veel A-juniortjes van het seizoen daarvoor. Er zijn ook nog wel jongens op de weg terug van langdurige blessures. En ja, wel leuk dat je dan van een derde klasse aan meiden, dat je dan via strafschop nog naar de finale mag tegen Streefkerk vandaag. Ja, het is altijd, ik zei net, je hebt ook wat jeugdige spelers erbij. Het is altijd leuker dat je zo een resultaat behaalt en dat je met 3-4-0 gaat verliezen. Nou ja, het is sowieso voor het vertrouwen natuurlijk goed. Ook van die jongens. En zeker als dan een jongen uit de A-jeugd nog de 1-1 maakt. Dat is natuurlijk helemaal leuk voor zo'n ventje. Maar ja, vooral vorig jaar heel negatief seizoen met Peursum. Eigenlijk onder de maat gepresteerd. Heel veel geblesseerde jongens. Nou, er lopen er toch weer een aantal tussen die een hele lange blessure gehad hebben. Komen er nog 2-3 aan die echt wat meer gaan brengen voor Peursum. Dus ja, op zich zijn we op alle fronten op de goede weg. Ja, het is altijd moeilijk te zeggen hoor, van doelstelling of zo, maar wat zijn een beetje de verwachtingen voor het komend seizoen? Nou, ik verwacht dat er in die vierde klas die we zitten, dat we wel mee gaan doen met de bovenste plaatsen. Ik verwacht van Arkel wel veel. Zuilichem is denk ik een ploeg met heel veel individuele kwaliteiten die heel goed vierde klas voetbal kunnen spelen. Maar ik denk dat wij mee kunnen en moeten gaan doen. Ook al, ja, de jongens zijn jong, maar goed, dat zegt me allemaal niet zo heel veel. Ze moeten het gewoon laten zien.
En nou, de doelstelling is eigenlijk wel dat we in 2 jaar tijd wel een stap omhoog gaan, zowel met het eerste als het tweede elftal. Ja, een vereniging als Peursum, ik heb het ook meegezet, prachtig complex, wordt nu nog mooier. Grote vereniging ook. Ja, en net altijd derde klas, vierde klas terug. En ik zelf hoor altijd, het is moeilijk om uit die vierde klasse te komen altijd. Dat vind ik het een beetje een rotklasse. Ja, het is wel een hele moeilijke klasse inderdaad. Want er zijn echt, ik denk 5-6 ploegen die wel echt kans maken op promotie. Zoals ik het ongeveer kan zien. Er zitten ook wel een paar ploegen bij die ik eigenlijk niet geweldig ken. Hè. VWSC, Groot Ammers. Maar goed, we kijken gewoon naar onszelf en we zien gewoon aan het einde van de rit waar we staan. Maar we hebben kwaliteiten genoeg om mee te doen. En de jongens moeten gewoon gaan beseffen dat vierde klas voetbal bij zo'n grote vereniging niet past. Nee, klopt. Ja, nou is er ook wel een excuus natuurlijk. Er zijn ook een paar hele goede spelers kwijtgeraakt, hè? Ja, ja, in de laatste 2-3 seizoenen zijn er natuurlijk 5 weg. Daarbij komt de langdurige blessure van Ruben Meijer. Komt erbij kijken, dat is eigenlijk nummer 6. En ja, goed. Wat weg is, is weg en we moeten het doen met wat er loopt en er loopt voldoende. En er zit een hele mooie onder 19 achter bij het eerste. Die hebben volgens mij vandaag ook het toernooi van hun kant gewonnen. Spelen eerste klas en volgend jaar komt er ook een hele grote groep van over. Dus in principe moeten wij gewoon in 2 jaar tijd mooie stappen kunnen zetten. Ik hoop het voor je, Danny. Ik wens je in ieder geval veel succes en ook vanmiddag. En nog bedankt in ieder geval, hè? Ja, graag gedaan. Oké.